welkom bij Vlogmasdag 5. Het is vandaag maandag 5 december. Het is nu 8:30, zeg ik dat juist? Ja, het is 8:30. We zitten al een tijdje in de auto. Ik ben met mijn mama en mijn zus. We zijn onderweg naar Keulen. Onze jaarlijkse traditie, wat ik gisteren ook al in de vlog gezegd heb. We gaan dus shoppen overdag en in de avond naar de kerstmarkt. Heel veel zin in. En het ziet er nu super mooi uit op de weg. Ik ga dadelijk ook voor jullie filmen. Want er ligt zo een dun laagje sneeuw. En dat is wel heel gezellig en sfeervol. Dat hebben we volgens mij ook nog nooit gehad als we naar Keulen gaan. Dus dat is super leuk. Ik had thuis nog niet gefilmd, maar ik heb dus mijn make-up gedaan. Ik heb de cold make-up look, dat is nu helemaal trending op TikTok. Die heb ik vandaag gemaakt. Mijn haar en de staart. Mijn truitje is van Vero Moda. Broek van Stradivarius. Schoenen van Nero Giardini. En handschoenen van de H&M. Ja, we zijn nu onderweg. Volgens de GPS zouden we er binnen 1 uur en 6 minuten zijn. Dus ja, yeah, excited! Bij Funkhaus om te ontbijten. Mama heeft roerei. Ik heb American pancakes met siroop. En Elfie heeft ook American pancakes met nog vers fruit. We hadden alvast drinken, warme chocomelk. Elfie had warme choco met Baileys. Koffie. Ja, smakelijk. Smakelijk. We zijn nu bij de Kiko en Elfie had een nieuwe bronzer nodig. En ik heb net deze eventjes op haar gezicht geprobeerd, want dan moet je toch wel echt even testen op de huid. Dus ze heeft nummer 07 en dan deze brush erbij. En ze heeft nu ook de bronzer op. Super mooi. Dus ja, die gaan we nu kopen. En we gaan nu naar de Sephora. Altijd zo leuk en excited om hier te shoppen en rond te kijken. Ik zei me dat die altijd al niet meer een make-up winkel. Ja, Elfie was al bij Kiko geslaagd. Net waren we bij de Douglas. Daar hebben we al niks gekocht. Doe maar open, Elfie. Famous. Dus voor de doen. Thuis restaurant. Ik hoop dat jullie mij horen. We hebben noedels met kip en groentjes. Mama heeft hetzelfde en Elfie heeft ook hetzelfde. En het is heel lekker. Heel lekker, hè? Ik ga zo proeven, dus ik ben heel benieuwd. En ook nog lekkere pikante sausjes erbij. We zijn nu in een superleuke kerst/decoratiewinkel. En ik ga deze kopen voor onze koffiecups van Dolce Gusto in te doen. After coffee. Before coffee. En after coffee van Snoopy. Echt super schattig. En ze hebben weer echt leuke dingetjes. Ook heel leuk inpakpapier. En gewoon alles om je huis heel feestelijk te maken. De winkel Kaufhof. De etalages zijn altijd zo mooi versierd en hier hebben ze gewoon alles. En Elfie, excited? Ja. Gaat die deur vanzelf open? Nee. Hier is het altijd lekker warm. En waaierig. Hey, shop till you drop. Oeh ja. Zara, ja, het paskamerlicht is hier allesbehalve flatterend. Ik heb nu een body aan, maar ik vind de kleur een beetje flats of zo. Ik vind hem gewoon niet echt helemaal mooi. Ze hadden hem ook in het basic zwart en een donkergroen. Ik wou hem eigenlijk een donkergroen, maar die was niet meer in mijn maat. Maar ik vind deze kleur niet zo heel mooi. En nu ben ik aan het twijfelen of ik hem in het zwart ga nemen, maar ik heb zoiets van zwart heb ik al zoveel in mijn kast. Dus ja, ik denk het niet. Twijfelgevalletje. Nee, het gaat er niet worden. En
mama en ik zijn ook echt alles aan het afzoeken voor dit. We willen heel graag deze DIY van TikTok maken voor in ons interieur. We zijn echt overal candy canes aan het zoeken als decoratie, zeg maar. We kunnen het nergens vinden. In die kerstwinkel hebben we het niet gevonden. Net bij Kaufhof op de kerstafdeling hebben we het ook niet gevonden. Drijfkaarsen hebben we ook nog niet gevonden. Papparels hebben we nog niet gevonden. Maar we willen dit zo graag maken. Ik vind het er zo leuk uitzien. Dus ja, we gaan zelfs misschien nog eens in de HEMA kijken. Misschien nog bij de Primark. Of ze daar eventueel badparels hebben. We zijn ook al bij Douglas geweest, bij Sephora. Echt gewoon nergens te vinden. Terwijl ik weet, vroeger kon je badparels echt overal vinden. Maar nu om een of andere reden, ja, zie ik ze gewoon nergens. Maar het is zo typisch, als je echt naar iets specifieks op zoek bent, vind je het gewoon helemaal niet. Candy canes zijn wel heel veel tegengekomen in snoepvorm. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet gaan gebruiken als decoratie. Dus ik moet gewoon echte candy canes hebben voor in die vaas te doen. Dus ik hoop dat we ze nog gaan vinden, want het zou wel heel leuk zijn om ons huis extra aan te kleden. En dan ga ik ook binnenkort onze home tour doen. Als alle kerstspulletjes uitgestald staan, dan is het gewoon compleet. En is het ook leuk voor jullie om ons appartement te zien in een heel gezellige setting. Dus ik denk, ik zeg het nog eventjes, zodat we er naar op zoek zijn. Als jullie nog weten waar dat je het eventueel zou kunnen vinden, let me know in de comments. Maar tot nu toe hebben we het nog niet gevonden. En mijn heerlijke chocoladewafel in de vorm van de Doom, de bekende kerk hier in Keulen. En mama en Elfie hadden een cheesecake, maar die was al eerder aangekomen, dus die is zoals jullie kunnen zien ook al bijna op. En water, cola, koffie. Smakelijk! En we zijn aangekomen op de kerstmarkt. Zo gezellig. Het is nu wel een klein beetje aan het regenen. We hebben de rest van de dag eigenlijk heel veel geluk gehad met het weer, terwijl ze echt slecht weer hadden voorspeld. Maar nu is het wel een beetje aan het druppelen. Maar ik vind het zo leuk om hier rond te wandelen en te kijken wat ze allemaal hebben. Want ik en Elfie moeten eigenlijk nog een kerststal voor bij onze kerstboom. Dus ik wil kijken of ze misschien hier wat leuks hebben. En anders moet ik nog eventjes verder zoeken. Het is zo gezellig en al die lampjes. Smakelijk! Eten! Hey, lekker! En ik heb geen kerststal gevonden, ze waren hier echt super duur. En we hebben al online gekeken net. Ik had Elfie eventjes een berichtje gestuurd. Ik vond het ook erg prijzig. En nu hadden we online gekeken en nu gaan we ze online bestellen. Dus een kerststal komt er ook nog binnenkort bij onze boom. Mama heeft ook currywurst. Smakelijk! Kwart na 11, om 9:30 waren we terug van Keulen, maar ik was nog eventjes met mama mee naar huis gegaan. En Elvin was bij zijn ouders en hij is me nu komen ophalen en zijn we dan samen naar het appartement gekomen. Ik wou echt nog een shoplog doen met alles wat ik gekocht heb, maar ik ben super moe. Ik wil me nu gewoon eventjes gaan opfrissen en fijn mijn bed induiken. Dus ik ga dat allemaal morgen laten zien, want morgen ben ik ook van plan om het hele huis in te richten met kerstdecoratie. En al onze gewone decoratie ook weg te nemen en alles te vervangen voor kerst. Dus ik ga jullie alles morgen uitgebreid laten zien. Ik ben nu echt veel te moe, ik wil echt gewoon mijn bed in. Ik hoop dat jullie de vlog vandaag leuk vonden. Ik heb me echt heel goed geamuseerd in Keulen. Het is weer zo snel omgegaan. Nu weer uitkijken naar volgend jaar. Ja, het is echt gewoon zot. We kijken er ieder jaar zo hard naar uit. En ja, de dag vliegt gewoon om. En we hebben ook geluk gehad met het weer. Alleen op het einde dan op de kerstmarkt heeft het lichtjes geregend. Maar voor de rest van de dag was het altijd droog. Dus ja, het was echt een hele geslaagde dag. Ik hoop dat jullie de vlog ook leuk vonden. En dan zie ik jullie morgen weer.